Leuk dat jullie hier zijn. Zouden jullie zelf kort voor willen stellen? Nou, ik ben Ellen. Ik ben samen met Niels. En we hebben twee meiden, Sarah en Evie. Sarah is 8 jaar, Evie is 6 jaar. Woon in Vaassen. En dat... Ja, keurig. Ja, hè? Ja. Ik ben Remco, 36 jaar. Ik ben getrouwd samen met Maureen. Ik heb een dochter, Limee, 10 jaar oud. Ook geboren en getogen in Vaassen. Hoe ben je gevraagd? Voor mij was het een koopavond in de winkel. En Gert-Jan had ooit al eens een keer gezegd, ik kom een kopje koffie halen bij je. Ik zeg, nou, je bent altijd welkom. Dus die avond kwam die binnen, zonder vrouw. Ja, dat is natuurlijk in een woonwinkel al snel bijzonder. Een kopje koffie gedronken, dus we gingen zitten en 5 minuutjes later komt Freddy van Schoonhoven binnen. Die zegt, ik kom kaarsen halen voor mijn vrouw, dus die was ook alleen. Die schoof aan, dus ik kreeg een kop koffie. En een paar minuutjes later kregen zij elkaar aan en zeiden ze van, zullen we hem maar de vraag stellen? Dus toen kwam de vraag of ik dit jouw prins wil zijn. Na toch wel een seconde of 3-4 overleg met mijn vrouw besloten om ja te zeggen tegen deze eer. Oké, en hoe ging dat voor jou, Ellen? Het was een dinsdagavond en Eline belde. Eline die vroeg mij, ja, en Niels die doet ook veel met het podium. Want Niels die zit bij licht en geluid. En ik dacht, wat is je vraag dan? Want moet je niet gewoon met Niels zijn? Ze zei ze, wil je niet op dat podium staan? Ja, of je prinses wil worden? Oké, uiteindelijk besloten om ja te zeggen, maar wel met de support van prinses Leonie. Dat is een vriendin van ons, die wist dat ik alleen was, want Niels die was 3 weken in een hotel. En zij is 's avonds gelijk bij mij gekomen, want ze wist van het belletje af natuurlijk. En zij heeft me uitgelegd, dit en dit wordt van je verwacht, je kunt dat. Dus, moet je echt gaan doen, is een leuke ervaring. Nou, geen moment spijt van gehad. Ik kan me zo voorstellen dat je niet zomaar wordt gevraagd om een prinsenpaar te zijn. Jullie hebben vast zelf ook al een hele carnavalsgeschiedenis. Wat is jullie eerste carnavalsherinnering? Nou, de eerste ervaringen zijn de optocht kijken. En mijn broers deden vaak met z'n tweeën mee. Die bedachten last minute bedachten ze een onderwerp en dan knutselden ze nog goud in elkaar. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. En uiteindelijk toen ik oud genoeg was en de zaal in mocht, ging ik met de vriendinnen de zaal in. Ik kan me voorstellen dat jullie dit jaar heel anders tegen carnaval aankijken. Hoe bereid je je daarvoor? Ja, ik denk dat wij die wel samen kunnen beantwoorden in de zin van hoe zouden we ons voor willen bereiden ten opzichte van hoe het verloopt. We hadden ons voorgenomen, beide hadden we net aan een paar besproken van even goed slapen van tevoren. En dat gaat wat minder. Dat gaat bij beide partijen gaat dat wat minder. Veel wakker en toch wel een soort van een gezonde spanning en hoofdspinsels. Ja. Wat willen we nog regelen? Wat gaat goed? En, ja. Dus dat slapen dat is dat is een beetje mislukt. Ja, dat gaan we daarna wel weer inhalen. Ja. Okay. Want hebben jullie inmiddels wel het een en ander gedaan? Ik denk het wel. Heel wat, ja. Ik denk dat eigenlijk de mooiste momenten zijn denk ik de onthulling naar elkaar toe. Dus met de laatste 5 prinsessen, de laatste 5 prinsen. En dan van elkaar ga je raden wie het is. Dus dat was ook onze eerste kennismaking en we kennen elkaar eigenlijk niet. Nee. Maar eigenlijk vanaf moment 1 hartstikke leuk, gezellig. En ik denk wat ook een hele mooie, bijzondere ervaring is het feestje afgelopen weekend bij ons in de schuur. Volgens mij hebben we dat goed aangepakt en het kwam eigenlijk neer op, we hadden eigenlijk een uitwisseling naar Noordwijkerhout. Op het laatste moment ging die eigenlijk niet door. En Ellen en ik hadden eigenlijk toch nog wel zin in een feestje. En Ellen en Niels die hebben een prachtige pianobar achter in de tuin. En toen kwam eigenlijk het idee van, we gaan een uitwisseling op de fietsen doen. Ja, en die werd zo goed ontvangen door oud-prinsen, oud-prinsessen, de raad, bestuur, familie, vrienden. Dus uiteindelijk is dat een superleuk feestje geweest. Echt super tof. Ja. Kijken we mooi terug. Ja. Ja. Dat lijkt me leuk om zoiets te organiseren. Is dat ook gelijk een van de meest uitdagende dingen geweest die jullie tot nu toe hebben gedaan? Of zijn er ook andere dingen waarvan je denkt, Vind ik een lastige vraag. Het is niet echt een uitdaging omdat het met ons vieren, met Maureen en met Niels. Het klikt gewoon goed en het loopt allemaal zo vanzelf. We overleggen alles, maar we hoeven eigenlijk niks te overleggen, want we denken er hetzelfde over. Dus tot op heden hebben we eigenlijk nog niet echt heel veel uitdagingen gehad. Nee,
misschien een keer op als uitdagingen. Ja, voor de rest. Precies, en dat zal tijdens de carnaval zal de uitdaging 's ochtends zijn dat je je toch iets fitter wil voelen. Dat zal nog wel een uitdaging worden. Dus bij Karin de Kapper, Remco gaat mee, dat staat nu ook bij deze dan vast, hè? Ja, staat op film. Ja, daarom. Hij gaat iedere ochtend mee naar de kapper. Dat heeft hij toegezegd. Ja. En daar gaat hij ook niet van afwijken. Nee, zeker niet. Nee. Ellen zorgt voor gevulde koeken. Ja. En Karin voor koffie. Ja. En dat wordt ons bijkletsmomentje voor de ochtend. En de planning maken voor die dag. Ik weet niet of jij heel veel kletst, maar... Dat ligt er aan hoe ik voel. Er is heel veel Martin ook met Lex mee. Ja, precies. Ja, want jullie hebben een druk weekend voor de boeg. De optocht natuurlijk, het carnaval zelf. Kijken jullie daarnaar uit? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Maar niet alleen dat, ook het maatschappelijke kijken wij beide heel erg naar uit. Ja, het sociale. Ja, ook de mensen die de carnaval niet kunnen beleven op de manier dat ze dat zouden willen, dat wij daar naartoe gaan. En ook die mensen op die manier een hart onder de riem kunnen steken. Ja, de mensen die gemist worden. En eigenlijk vooral, dat vinden we allebei wel heel belangrijk. Ja. Om de mensen de aandacht te geven die er niet bij kunnen zijn of de familieleden daarvan. Ja, en je voelt dan ook de waardering is daarin ook heel groot. We zijn allebei ook heel erg blij dat wij nog even naar onze vrienden in Epe, de Dorrepompers, gaan. Ja. Naar hun carnaval met de verstandelijk gehandicapten. Dat is ook iets waar wij ook naar uitkijken. Ja. Waarom? Om die gezichten vergeet je niet meer. Van die mensen die genieten zo op een top. En die hebben geen zorgen. En dat is, dat is zo mooi om te zien. Ja, en Erwin weet niet waar we de tijd vandaan moeten halen. Omdat we zo'n lijst hebben met mensen voor ziekenbezoek. Nee. Maar die vinden we allemaal even belangrijk. En Erwin die denkt iedere keer, ach, daar heb je ze weer. Heb je ze weer. Ze willen er nog meer. Dus, maar linksom of rechtsom gaat het in de planning passen. Maken het passend. Ja. En naast het ziekenbezoek is het natuurlijk ook gewoon het feest van het weekend. Er wordt veel muziek gedraaid. Wat is nou jullie persoonlijke favoriete carnavalslied, als je die hebt? Ja, we hebben het wel eens over gehad, hè? Ik denk dat we ook niet te veel moeten verklappen. Dan moet eigenlijk iedereen op dinsdagavond naar de eindshow komen. Ja. En ik denk dat er meer niet moet zeggen. Ik denk als jullie de eindshow komen kijken bij ons, dan zullen jullie er ook achter komen wat ons lievelingsnummer gaat zijn. Ja. En dan kunnen we daarin nog één keer losgaan met z'n allen. Ja, en met een man die in de evenementen werkt, kunnen we denk ik wel toezeggen dat hij iets spectaculairs gaat zijn. Kan wel een spetterende eindshow worden. Nou, dan denk ik dat we het gewoon gaan zien. Ja, komen. Zeker weten. Ik vind het eigenlijk ook even een mooie afsluiter dan. Steef te denken. Volgens mij hebben wij wel redelijk. Iets ook hebben gehad. Nou, dan zou... Maken. Gaat goed komen. Wij zijn er klaar voor, hè? Ja, zeker. Samen met jeugdtrio, hè? Absoluut. Ja. Doen we het.